Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Het is vandaag Blue Monday. Wat betekent dat vandaag best wel veel mensen last hebben van de winterdip. En het is niet alleen vandaag, 500.000 Nederlanders hebben daar ieder jaar weer last van. En ik ben er daar eentje van. En vandaag wil ik jullie meenemen in wat ik doe om dat een beetje tegen te gaan, mezelf een beetje te helpen. Want wat is een winterdip? Niet te vormen met winterdepressie. En een winterdip is als je extreem vermoeid bent, lusteloos, concentratieproblemen, niet fit voelen, gewoon... Je bent een 7, misschien zelfs een 6, maar je bent geen 10, dat idee. Ik zelf heb er echt wel, nou, zolang als ik me kan herinneren, last van. Ik was een jaar of 7, 8 of zo. En dat mijn moeder toen bij de huisarts, we waren daarvoor iets compleet anders, maar ik kan me nog herinneren dat mijn moeder bij de huisarts zat. En ik weet niet waarvoor, maar ik zat naast haar. En dat ze aan mijn dochter vroeg, wat kan je er eigenlijk tegen doen? Kan ik dezelfde dingen doen die ik doe voor mijn kinderen? Maar ook mijn moeder heeft last van het vallen van de blaadjes van de bomen. En blijkbaar herkennen ze dat bij mij. En die tips ga ik nu ook met jullie delen. En ook wat ik zelf doe bij mijn kinderen, omdat ik... Niet per se daar al tekenen van zien van, oh, dat ze zich minder fit voelen of minder fijn voelen in deze periode. Maar ter voorkoming ervan, het is voor iedereen goed. Want we zijn gewoon niet gemaakt voor donkere dagen. Daarom slapen we. En normaal gesproken, in de oertijd, hè, niet normaal gesproken, maar in de oertijd. Sliep je ook gewoon langer, ging je langer in je grotje zitten als het donker was. Als het donker was, ga je niet naar buiten. En nu, met de moderne wereld, moeten we wel naar buiten. Dus het klopt nog niet helemaal met wat in ons... oerbrein gebeurt. Maar er zijn wel trucjes die je kan doen om jezelf iets beter te voelen in deze donkere dagen. De eerste tip die ik heb is blijf bewegen. Het is zo makkelijk om als het koud en nat en guur is buiten om gewoon stil te zitten met een dekentje en te gaan binge-watchen op Netflix. You is trouwens echt een aanrader. Echt, we zijn echt wauw. Maar doe het niet. Doe het gewoon niet. Ga bewegen. Ga naar een sportschool, ga, weet je, blijf actief, probeer te sporten, ga wel doen. Want als je beweegt, dan maak je endorfines. Als je endorfines maakt, dan voel je je eigen gelukkiger. Exercise gives you endorphins. Endorphins make you happy. Happy people just don't shoot their husbands. De tweede tip die je kan geven is, ga naar buiten. Niet alleen omdat je buiten ook meer beweegt. Maar ook omdat buiten UV-straling is. Zelfs als het bewolkt en een beetje donkerig en guur is. Zelfs dan is er UV-straling. En als wij bloot worden gesteld aan UV-straling. Dan maken wij als mens vitamine D aan. En vitamine D helpt heel erg. En het is heel erg belangrijk voor je algehele gezondheid. Om je fysiek gezien goed te voelen. Ze raden aan om ook bijna een uur buiten te zijn. Nou weet ik niet hoe het met jullie zit, maar... In de donkere dagen ben ik denk ik niet een uur overdag ergens beschikbaar om even buiten een rondje te lopen of wat dan ook. In ieder geval niet dagelijks. Dus wat ik zelf doe en wat ik dus ook voor mijn kinderen doe, is supplementeren met vitamine D3. Vitamine D3 zit gewoon, kan je in supplementen verkopen, je kan het in een multivitamine kopen. Ik slik het los, mijn kinderen ook. Gewoon een koud tabletje met frambozensmaak. En dat ondersteunt gewoon extra de aanmaak van vitamine D, je vitamine D levels. Waardoor je dus over het algemeen gezien ook al wat fitter en wat fijner in je lijf voelt. Tip 3. Eet gezond. Klinkt een beetje als een open deur in trappen. Is het misschien ook wel, maar een kleine reminder. Als je gezond eet, voel je je eigen ook fitter en heb je ook meer energie. Als je je eigenlijk te goed doet aan allerlei dingen als suikers en fastfood en dat soort dingen. Dat kost gewoon heel veel energie om te verwerken. Je raakt, bloedsuikerspiegel gaat alle kanten op. Daar voel je je eigen niet lekker door. En het geeft je gewoon niet de energie die je lichaam nodig heeft. Tip nummer 4 is supplementair. Natuurlijk is gezonde voeding het allerbelangrijkste en moet dat je hoofdaandacht hebben. Maar vrees ook niet om jezelf een klein beetje te stimuleren met supplementen. Ik noemde net al vitamine D. Dat geef ik ook aan mijn kinderen, neem ik zelf ook in. Neem dat in bij een vettere maaltijd. Dus bijvoorbeeld als je bij je avondeten zalm gaat eten. Of dat je dan juist je grootste gedeelte van je vetten inneemt. Want vitamine D wordt beter opgenomen als je vet eet. Ik gebruik zelf 5-HTP. Dat is een voorloper van serotonine. Dat geeft net even wat meer stimulans om dat gelukshormoon ook aan te maken. Dat geef ik niet aan mijn kinderen. Dat neem ik wel zelf één keer daags in tabletje. In de ochtend. Wij nemen allemaal vitamine C in. Ik neem gewoon de bruistabletten in. En de kinderen krijgen dat in een multivitamine. Ik geloof dat het van Davitamon is. En een ander supplement dat wij nemen is N-Gina Forte.
geloof dat het zo heet. Dus een beetje een weerstandsverhogend tabletje om ook te voorkomen dat je niet ziek wordt. Want als je je eigen ziek voelt, dan... Oh. Ja. We willen natuurlijk wel voorkomen dat we niet de griep gaan krijgen of dat soort dingen. En dat helpt net even wat weerstandsverhogend. Tip nummer 5 is creëer het zomergevoel. En dat kan je op verschillende manieren doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, van, nou, een activiteit die we met het gezin altijd vaak doen in de zomer is naar het zwembad gaan. Ga dan lekker naar het zwembad. Als jullie bijvoorbeeld altijd heel vaak naar het strand gaan, maak dan een strandwandeling. Ben je en buiten en je hebt je beweging. En je hebt het gevoel van, oh ja, als het zomer is, dan kunnen we weer lekker hier liggen op ons handdoekje, lekker in het water. Wat wij verder als gezin doen, is de zonnebank gebruiken. En dat klinkt slecht. Is het ook echt als je het heel veel gebruikt? Wij gebruiken het puur alleen voor de UV-straling. Heel klein beetje. De kinderen krijgen dat 1 à 2 keer per week. 5 tot 10 minuutjes ligt er een beetje aan. Ze gaan natuurlijk ook nog gedeeld naar hun vader waar ze dat niet doen. Ik doe het dan, ze gaan lekker in bad. En daarna kunnen ze 5 minuutjes onder de zonnebank lezen. Ik een verhaaltje voor 1 à 2 keer per week. Voor mezelf is het ook iets van 5 minuten voorkant, 5 minuten achterkant. En dat is het. 1 à 2 keer per week. Gewoon het extra stukje stimulans voor de aanmaak van vitamine D. Het is niet om bruin te worden. Het is niet om, noem het maar op. Het is gewoon puur extra exposure. Voor vitamine D. Ik merk er altijd heel veel verschil bij. Dit deed ik al toen ik klein was en ook de gevaren van te veel zonnebank bekend waren. Ik had heel veel last van eczeem, zeker in de wintertijd. En dat is door de huisarts voorgeschreven aan mijn moeder. Zo, joh, doe je dan af en toe eens onder de zonnebank. Zomaar net 5, 10 minuutjes. Ik geloof dat ik om de dag ging of zo, en dan 5 minuten zoiets. Ik was al wat ouder als mijn kinderen dat nu zijn. Ik hoop dat jullie wat aan deze tips hadden. Hebben jullie zelf een tip die jullie gebruiken om de winterdip een klein beetje terug in zijn hokje te duwen? Hoor ik het graag in de comments hier beneden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Duimpje omhoog als je deze soort video's leuk vindt. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye!